Hartelijk welkom bij Radio Ecclesia, een radio met goed nieuws, nieuws met een eeuwigheidswaarde. Ik ga deze keer een mooie opname maken, een bijzondere opname. Ik ga een opname maken voor mensen die ernstig ziek zijn. Om hen te bemoedigen, om hen te laten zien dat ze in deze strijd niet alleen staan, dat er in de hemel een God is die van hen houdt. Onze hemelse Vader heeft voor al onze problemen een oplossing gegeven en die ligt verborgen in zijn Zoon Jezus van Nazareth. Die is naar deze aarde gekomen om de zonde van de mensen op het kruis van Golgotha weg te doen, zodat als zij in hem geloven, eeuwig leven kunnen krijgen. Ik zeg kunnen krijgen, want er is een keuze die wij als mensen moeten maken. Daarom wil ik praten over Gods geschenk, eeuwig leven. Deze opname draag ik op aan mijn nicht, Corrie van Stijn, die ernstig ziek is, die ook kanker heeft. En met deze ziekte kampt en strijdt met veel verdriet. En daarom wil ik haar helpen, niet alleen haar, maar ook andere mensen die ernstig ziek zijn. Ik weet het uit ervaring, want ik ben zelf ook ongeneeslijk ziek als dialysepatiënt. En ik probeer dus vanuit die liefde van God, die ook in mijn hart leeft, graag met u te delen. Ons leven is niet hopeloos, is niet afgelopen, want achter de dood staat geen punt, maar een komma. Alleen wij weten niet wat wij daarmee aan moeten. Daarom hebben we die Bijbel nodig. Die moeten we openmaken om te lezen wat heeft God aan ons te vertellen. Die God van de Bijbel is zo verschrikkelijk groot, zo liefdevol, dat het in menselijke woorden niet is uit te drukken. Daarom doe ik dat door middel van muziek. Ik heb een mooie cd waar prachtige mooie Nederlandse gospelmuziek op staat. En ik zal elke keer een stukje draaien van die cd en daartussendoor wat klessenbessen met u en vanuit het woord met u delen wat die God van hemel en aarde voor ons als geschenk heeft. Het eerste lied wat zij voor u gaan zingen is, daar waar ik zelf altijd diep van onder de indruk ben, is Hoe groot zijt gij? Wanneer ik in verwondering de wereld zie die u hebt voortgebracht, het sterrenlicht, het rollen van de donder, heel dik, heel lang, dat vol is van u. Dan zingt mijn ziel tot u, o Heer mijn God, hoe groot zijt gij, hoe groot zijt gij. Dan zingt mijn ziel tot u, o Heer mijn God, hoe groot zijt gij. Zonder klagen tot in de dood gegaan is als een lam, sta ik verbaasd dat hij mijn schuld wou dragen en aan het kruis mijn zonde op zich nam. Dan zingt mijn ziel tot u, o Heer mijn God, hoe groot zijt gij,
Eén zin met een diepe inhoud. Opdat een ieder die nieuw luistert en zegt ik hou van de Heer Jezus en ik geloof in hem. Dan zegt hij, die hebben in mij eeuwig leven. Wat een geweldig geschenk. Maar bedenk goed, dat heeft Jezus heel wat gekost om deze zin te kunnen uitspreken. Want hij is voor u en mij uit de hemel naar de aarde gegaan, is mens geworden. Hij is als kind geboren, hij heeft geleefd 30 jaar en heeft toen in zijn openbare leven gaan preken om die prachtige boodschap, die liefde van zijn vader, bekend te maken aan zijn kinderen. En daarvoor is hij naar het kruis gegaan, want die zonde die de eerste mens Adam en Eva hebben gedaan, is voor een hele nageslacht geweest. En hij heeft heel bitter moeten lijden om dit voor ons mogelijk te maken. Eeuwig leven. We weten dat we in een tijd leven waar mensen niet zo makkelijk meer geloven, of zelfs zeggen niet meer te geloven. En dat is heel treurig, want zo mis je dat hele grote geschenk van God. En daarom is het belangrijk dat we dat goed leren, wat in dat woord van God staat opgeborgen. Want als je in zo'n moment zit dat je zo hoort dat je zo ongeneeslijk ziek bent, en allerlei zaken moet ondergaan, chemokuren en al die andere zaken. Het is een ramp om dat te doen. Ik weet het uit ervaring. Omdat ik er zelf ook mee te maken had, niet met chemokuren, maar mijn vrouw was ook ongeneeslijk ziek. Die had dus darmkanker. Prijs de Heer, ze is gelukkig genezen. Maar ik heb het gezien van dichtbij wat een strijd dat is om dat te doen. En daar heb je goddelijke kracht voor nodig om daar goed doorheen te komen. Die mogelijkheid hebben we. Maar om nou weer een bemoediging te doen, gaan we eerst eens kijken naar een van die prachtige namen, zoals God heet, El Shaddai. En dat wordt prachtig gezongen.
Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Door de eeuwen blijft uw naam als een sterke rots bestaan. El Shaddai, El Shaddai, El Kamkan Adonai. En die naam verhogen wij, El Shaddai. Voor uw volk in de woestijn wilde u een herder zijn. Door de sterkte van uw hand weet de zee terug voor het land. Bij de armen in hun nood kwam u als het levend brood. En door uw grootheid met uw volk bevrijd. El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Door de eeuwen blijft uw naam als een sterke rots bestaan. Was hij kwetsbaar als een lam. Niemand had op dat moment hem als zoon van God herkend. En in het lijden van die nacht is uw grootste werk volbracht. Die Jezus van Nazareth, die meer dan 2000 jaar geleden op Golgotha aan het kruis hing, is vandaag net zo krachtig als in die tijd. Vele mensen weten niet, geloven niet, begrijpen niet dat er bij God geen tijd bestaat. God is toen daar, hij is nu weer bij ons. En daarom kunnen wij op die naam van God vertrouwen, El Shaddai. De volgende tekst die ik met u wil lezen is uit Johannes 3 vers 16, een overbekende tekst, maar door sommigen zo slecht begrepen, daarom wil ik hem goed proberen uit te leggen. Want al zo lief heeft God de wereld gehad, dan bedoelt hij niet die rommel die nou is, die wereld die wij nu kennen met al die oorlogen en al die ellende, die wereld niet, die wereld die hij heeft geschapen in het begin van de Bijbel. Hij heeft die wereld die hij geschapen heeft zo lief gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat. God wil niet dat u en ik verloren gaan, maar eeuwig leven hebben. Want al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven hebben. En ik weet wel, in elk mensenleven heeft elk huisje zijn kruisje. Kleine, grote. Maar het is wel zo dat daar tegenover staat dat die God van Abraham, Isaac en Jacob in die zondige wereld het licht heeft laten schijnen. Jezus van Nazareth. Als wij in hem geloven,
we eeuwig leven hebben. Want daar gaat deze boodschap over. Gods geschenk eeuwig leven. Want u
Moet je voorstellen, lieve mensen, dat je het heiligdom van God mag binnenkomen. Dat moet toch wel iets prachtigs zijn. We kunnen het haast niet voorstellen, want we leven in zo'n zondige, donkere, mistroostende wereld. Waar niks echt is. Is allemaal kits waar we mee te maken hebben. Om dan bij die heerlijkheid van God in te gaan. Door simpel Jezus in je leven aan te nemen. Zeg, Heer Jezus, neem mij aan. Ik aanvaard u als mijn verlosser. Hebben we eeuwig leven. Maar er zit nog een maar op. In Johannes 3, vers 36 staat: wie in de Zoon gelooft, dat is een voorwaarde, heeft eeuwig leven. Punt, komma. Dat is een feit. Dat staat in de tegenwoordige tijd. Doch wie aan de Zoon ongehoorzaam is, dat kan ook nog gebeuren, zal het leven niet zien. En vele mensen willen Jezus niet aanvaarden. Ons volk zegt, meer dan 60%, wij geloven niet in een God. Wat zegt de Bijbel dan verder? Maar de toren Gods blijft op hem. Je kan niet zeggen, ik geloof niet in God. Door dat te zeggen, is God niet weg. Je kan niet met een deken over je hoofd in de zon gaan zitten en zeggen, er bestaat geen God, er bestaat geen God. Dat is jezelf misleiden. Elk mens weet in zijn hart dat God bestaat. Daarom, wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven. Dus daarom moeten we zorgen dat we aan die Zoon niet ongehoorzaam zijn.
Heilig, heilig is de Heer. De engelen zingen dat. Aanhoudelijk. Heilig, heilig is de Heer. We gaan naar die volgende tekst. Dat staat in Johannes 5, vers 24. Voorwaar, ik zeg u, dat zegt Jezus, wie mijn woord hoort en hem gelooft die mij gezonden heeft, heeft eeuwig leven, en let op, en komt niet in het oordeel, want hij is overgegaan uit de dood in het leven. Veel mensen beseffen niet dat als ze geboren worden, dat ze gelijk de doodstraf hebben ontvangen bij hun geboorte. Want elk mens weet, en komt te weten, dat er een einde komt aan zijn leven. Dat is de oorzaak van de zonde van Adam en Eva. Maar door het offer van Jezus, ik kan het niet genoeg benadrukken, kunnen wij overgaan uit de dood naar het leven. Daarom is het zo ontzettend belangrijk, lieve mensen, als je naar me luistert, dat wij de Jezus van Nazareth goed leren kennen. Als u geen Bijbel hebt, koopt hem. Gaat zoeken, gaat luisteren. Zoek die God van Abraham, Isaac en Jacob. Niet alleen als je ongeneeslijk ziek bent, zoals ik en anderen die naar mij luisteren, maar ook als u niet ziek bent. Als u denkt dat het leven voor u nog een sprookje is. Er komt een dag dat we die dood in de ogen kijken en wat gaan we er dan mee doen? Ik wil met u overgegaan zijn uit de dood in het leven. Verbijsterd zag ik dat het open was en de steen opzij gedaan. Thank you.
Maar ik heb ondertussen geleerd dat het graf is de weg naar eeuwig leven. Want de Bijbel leert ons dat het lichaam wat we nu hebben niet in die eeuwigheid kan. Want dat is daar niet voor gesmaakt. We zijn geschapen om op die aarde te leven. We gaan dus door dat eeuwige leven heen. We krijgen een prachtig nieuw lichaam van de Heer Jezus. En we blijven bij hem, maar niet voor altijd in de hemel. Want we komen terug, want hij gaat over deze aarde regeren. Ik zal je vertellen, dat is een extra geschenk wat hij geeft. Dat we niet alleen eeuwig leven hebben gekregen om altijd te blijven bestaan en te leven in de aanwezigheid van God. Maar we gaan ook nog iets doen. Jezus is de gezalde koning van Israël. Hij gaat zijn volk Israël weer herstellen op aarde. Zijn koninkrijk gaat hij heroprichten. Dat weten veel mensen niet meer. Maar het Oude Testament leert ons dat. Dat God had een prachtig koninkrijk opgericht van 12 stammen. Die voortgekomen zijn uit Abraham, Isaac en Jacob. En dat volk heeft hij uitgekozen als zijn persoonlijk uitverkoren volk. Dat volk gaat Jezus herstellen. Daar horen u en ik dan bij. In die tijd dat Jezus wandelde op aarde, had hij nog wel eens problemen met die farizeeërs, met die joden. Op een keer dan is hij aan het preken en dan vallen ze hem weer aan. Dat is zo'n hun stokpaardje om Jezus altijd aan te vallen. Dan zegt Jezus het volgende in Johannes 5 vers 39. Gij onderzoekt de schriften, dat wil zeggen het Oude Testament, Mozes, Psalmen, de profeten. Dat was de Bijbel van de Heer Jezus en de apostelen. Niemand had een andere Bijbel, er was nog geen Nieuw Testament geschreven. Daarin verstaat het evangelie van de verlossing van het Koninkrijk van God. Hij zegt dus tegen de Joden, gij onderzoekt die schriften, Mozes, Psalmen, de profeten, want ge meent daarin eeuwig leven te hebben. En dan zegt hij, het zijn en zij, deze zijn het, dus het Oude Testament, getuigen daarvan, van mij. Dus in het Oude Testament er was voorzegd dat die gezalfde koning zal komen als het lam van God die geslacht moet worden om dat volk, wat ook gezondigd had, Adam en Eva, maar daaruit zijn dus zijn kinderen, Abraham, Isaac en Jacob, dat is een heel lang verhaal. Maar ik heb een prachtige mooie website, er staan al die mooie dingen in. Daar is een volk uit ontstaan en dat volk heeft ook zwaar gezondigd en dat volk moest ook verlost worden. En dat is wat Jezus zegt. Gij onderzoekt de schriften, meent daarin eeuwig leven te hebben, maar deze zijde, die schriften getuigen van hem zelf. Dus mensen beweren dat God niet bestaat, die moeten het Oude Testament maar eens goed doorlezen. Nou, in Johannes 6 vers 40 staat, want dit is de wil mijns vaders, dat een ieder die de zoon aanschouwt en in hem gelooft, nogmaals, eeuwig leven hebben. En dan staat er, ik zal hem opwekken de jongste dagen. Wat is dat schitterend. En ik weet wel, lieve mensen, dat we soms door een hel gaan. Dat soms het leven heel erg zwaar is. Ik weet het, ik zit 3 keer in de week 4 uur op een dialysecentrum. En ik zal je vertellen, dialyseren is verschrikkelijk zwaar. Echt waar, dat is topsport, maar dan in een negatieve zin. En dan kom ik thuis en dan ben ik verschrikkelijk moe. En dan heb ik nergens geen zin meer in. En de lust is uit mijn leven weg. En dan denk ik altijd maar weer dat de Heer Jezus voor mij gestorven is. En dat er een dag komt dat ik hem zal ontgaan ontmoeten. En dat ik deze zorg van het dialyseren weggaat. Dan zullen mensen van kanker genezen. Ze zullen een nieuw lichaam krijgen. En al die andere zaken. Maar we moeten dan door een dal van diepe duisternis. Maar, dat is maar één zin. Als we daar doorheen zijn. Want we gaan er niet alleen doorheen. Want Jezus gaat met ons. En die psalm is overbekend. Psalm 23. De Heer is mijn herder. Lieve mensen, als je het nou heel erg moeilijk hebt, luister nou eens heel goed naar dit lied. En identificeer je met Jezus. Hij is met u als u door dat dal gaat en u komt eruit. Want zeker aan die andere kant is altijd licht. Dat is mijn persoonlijke ervaring. Dan kun je zeggen, werkelijk, de Heer is mijn herder. De
is mijn herder en geen ding ontbreekt mij naar zijn wil. Hij schenkt mij rust in grazig land aan wateren klaar en stil. Hij is het laatste woorden waren dat ik eeuwig wonen mag in het huis van de Heer. Moet je je voorstellen. Veel mensen denken dan dat ze in een soort paleis gaan wonen. Maar als je de schrift een beetje goed kent, dan is dat huis wat hier bedoeld wordt in Psalm 23, wat koning David zo mooi heeft gecomponeerd. Dat huis, dat heet het huis van Jacob. Die bestaat uit 12 stammen van Israël. Dat gaat Jezus heroprichten. Dat is zijn koninkrijk op aarde. Alle mensen zullen straks zien. Als de Heer Jezus terugkomt op aarde. Gaat hij op de troon van zijn vader David zitten. Dan gaat hij heersen over deze aarde. Dan gaat hij al die ellende, al die rotzooi wegdoen. En dan gaat hij al de volken leren. Wie die God van Israël eigenlijk is. In dat huis kunnen u en ik voor eeuwig verblijven. Dat is wat koning David op het oog heeft. Dat is een aardshuis. Als we nu sterven en we gaan naar de hemel en de Jezus is nog niet teruggekomen, dan zitten we in een soort overgangsfase. Hoe dat precies is, weet ik niet. Ik geloof dat met heel mijn hart. We krijgen een lichaam, maar straks worden we weer opgewekt, ons aardse lichaam. Dan worden we weer nieuw, worden we gelijkvormig naar het beeld van de Zoon. Dan zegt Paulus zo prachtig mooi. En dan komen we terug met Jezus naar deze aarde, om deze aarde helemaal opnieuw te maken zoals in het begin. Ja, lieve mensen, dat is een prachtige toekomst. Dat is een eeuwige toekomst. Want God, als je eenmaal eeuwig leven bezit, kan je nooit meer sterven. Dat is een groot geschenk. Daar moeten we eens bij stilstaan. En hoe meer ik dat woord bestudeerde, dat doe ik al vele jaren. Elke keer verwonder ik mij weer hoe dat prachtige woord in elkaar steekt. En hoe trouw die God van Israël is. En daarom wil ik zo dikwijls van hem zingen. Ik wil hem zeggen, Heer, u zij de glorie. Dat is ook mijn lievelingslied. U zij de glorie. Als ik begraven word, moet dat lied luid gezongen worden. U zij de glorie. Want
Ik zeg het nogmaals, achter die dood staat geen punt, maar een komma. Maar we gaan eerst voor een aardse genezing. God is nog steeds niet veranderd. Hij is ook onze genezer. We moeten onze hoop, ons vertrouwen op hem stellen. We moeten met elkaar straks kunnen zingen in het nieuwe Jeruzalem. U zij de glorie. U zij de glorie. Wat een voorrecht als je dat kan zingen. Ik heb door de jaren geleerd, door het bestuderen van de Bijbel, hoe trouw God is. Hij heeft in het Oude Testament aan Abraham prachtige beloften gedaan. En aan zijn zoon Isaac en aan diens zoon Jacob.
Daar heeft hij zijn hele raadsplan heeft hij aan hem meegedeeld. En uit die vaderlijke stam is zijn volk Israël voortgekomen. En ik weet, dat is door studie, dat is geen verdienste van mezelf. Ik heb prachtige leraren gehad en nog steeds. Ik heb geleerd dat wij Nederlanders afstammen van een van die stammen van Israël, Zebulon. Prachtig wordt dat beschreven op onze website, hoe dat in elkaar zit. Maar daar zien wij, als we die Oude Testament lezen, Mozes, de profeet, de psalm, wat God allemaal heeft beloofd. En hoe hij dat in al die eeuwen heeft gedaan. En we gaan de geschiedenis kijken, want de geschiedenis is heel belangrijk om naast de Bijbel te leggen. Zodat je kan zien dat God zijn woord heeft waargemaakt, echt waargemaakt tot aan de dag van vandaag. Want ik moet denken aan een mooie tekst van Paulus die zegt dat toen de volheid van de tijd gekomen was, dat wil zeggen op de dag dat God beloofd heeft dat Jezus zou komen, heeft hij zijn zoon gestuurd, Jezus, om degenen die onder de wet waren, dat was zijn volk Israël, die waren onder de wet, die hadden een wet gehad in de woestijn in Syrië. En die wet hebben ze nooit kunnen houden, daar hebben ze tegen gezondigd, om die mensen van die wet vrij te kopen, niet om die weg weg te doen, want die was volmaakt, maar zodat ze door geloof in hem die wet konden gaan houden. Dat is ook zo'n prachtige belofte en een werkelijkheid dat je moet vasthouden dat je door geloof in Jezus tevens de wet kan houden. Want als Jezus je gedachten gaat veranderen, want weet je, als je tot geloof komt, gebeurt er namelijk iets heel moois in de mensenleven. Je hebt een menselijke ziel, een menselijke geest. En op het moment dat je Jezus toelaat in je hart, zo noemen wij dat dan, want we hebben er geen ander woord voor, dan gaat die geest van Jezus, die heilige geest, in ons wonen. En die gaat ons helpen. Want als we het woord van God lezen, bestuderen, gaat hij ons inzicht geven van dat woord. Zodat je als je het leest, dat je begrijpt wat daar staat. En hoe verder je studeert, hoe meer die geest van God je laat zien hoe die vork eigenlijk in de steel zit. En dan wordt het zo mooi dat je denkt, wat eenvoudig, waarom zien mensen dat dan niet? Nou, dat komt omdat die duivel onze zinnen altijd aan het verblinden is. We hebben altijd met die grote tegenstander te maken. Het is eigenaardig dat de mensen zeggen, ik geloof niet in God. Maar ze geloven ook niet in de duivel. En je kan elke dag zien hoe die duivel bezig is. Als je kijkt hoe volken op drift zijn, kijk maar hoeveel zieken er zijn. Ik kom dikwijls natuurlijk in een ziekenhuis. Het zijn net fabrieken van mensen die ziek zijn. Hoeveel soorten professoren en specialisten heb je niet om één mensenleven te begeleiden? Ongelooflijk. Er wordt kapitaal in verdiend in de gezondheidszorg. Ik zou een heel verhaal kunnen vertellen. Allemaal oorzaak van zonde. En dat heeft Jezus weggedaan. Als we in hem geloven, zijn die zonden weg. Dan is ons verleden weg. Dan hebben we alleen een eeuwige toekomst. En dat komt door die grote trouw van die God van Abraham, Isaac en Jacob. Groot is uw trouw.
zeg ik toch aan het einde van de dag, dank u wel, Vader. Dank u wel dat ik deze dag weer heb mogen beleven. Want elke dag leven is een stap dichter bij u. Want we zijn op weg naar eeuwig leven. Want we willen dat Gods geschenk, tenminste dat hoop ik ook voor u dat ook wil. Dat u zegt, dat geschenk wil ik graag ontvangen. Johannes hoofdstuk 6 vers 47, daar staat voorwaar twee keer. Dat je zegt van, dat God zegt, let goed op. Ik zeg u, dubbele punt, en dan komt het. Wie gelooft, komma, heeft eeuwig leven. En weet je, ik vind het zo mooi, daar staat in het Grieks, in de tegenwoordige tijd. Dat hebben we al. Dat is al ons bezit. Op het moment dat je gaat geloven in de Heer Jezus, heb je eeuwig leven. Je hoeft niet te wachten dat je doodgaat. Je hoeft niet te wachten dat je hele lijdensweg achter de rug is. We hebben nu al eeuwig leven. En ik geloof dat als ik mijn ogen dicht doe en ik ze open op een dag dat ik in de hemel ben. Dat is wat ik geloof. Dus ik ga rustig slapen. Of als er ook iets is wat problemen oplevert, zeg ik, Heer, ik heb eeuwig leven. Kijk, die duivel gaat rond als een brullende leeuw. Dat zegt Petrus in zijn brief. Hij kijkt om wie die kan verscheuren. Dat is geen sprookje dat Petrus daarvoor waarschuwt. Dat is gewoon zo. Als je kijkt op de wereld, wat voor een kwaad er in deze wereld is. Is onvoorstelbaar veel kwaad. En dan denk ik maar niet, denk ik maar bij mezelf. Hoe komt het dan dat mensen niet gaan zoeken naar het licht van God? Waarom willen ze niet ontsnappen aan al dat kwaad? Eén ding is heel belangrijk in de Bijbel. De naam van Jezus van Nazareth. Jezus betekent hij die zijn volk redt. Hij heeft die naam aan ons gegeven om hem aan te roepen voor redding. In die naam hebben wij overwinning. Daarom vind ik die volgende lied ook zo mooi. De naam van de Heer. Op straat staan mensen in de rij, want hij, de Christus, komt voorbij. Ach, zo'n timmerman, zegt men, hij brengt een valse leer, maar anderen knielen voor hem neer. En in zijn ogen zien ze het licht dat alle mensen doorgrondt. En hij kent zijn vaders hart, hij brengt zijn vaders woord, want hij komt in de naam van de Heer.
opzet, dan heb u gehoord dat het gaat om de naam van die Heer, Jezus van Nazareth. In Johannes hoofdstuk 6, maar dan vers 54, staat ook zo'n tekst. Die niet altijd makkelijk te begrijpen is, daarvoor moet ik hem ook rustig lezen en even overpeinzen. Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, heeft eeuwig leven. En ik, zegt Jezus, zal hem opwekken ten jongste dagen. Dat woord van God is Jezus van Nazareth. Als we dat woord eten, dan drinken we ook. En dan zijn bloed drinken we dan. We eten zijn vlees en we drinken zijn bloed. Want dat woord is vlees geworden. Dat doen we als we avondmaal doen. Dan eten we het brood. En dan drinken we uit de beker van zijn bloed. Die beker is het nieuwe verbond dat God opnieuw met zijn volk heeft gesloten. Daarvoor is zo belangrijk. Als ik avondmaal doe, dan weet ik dat ik van zijn vlees eet en ik drink van zijn bloed. En dan heeft dat eeuwig leven in zich. En de belofte die dan is, ik zal hem opwekken ten jongste dagen. Is dat niet schitterend? Staat open en bloot in de Bijbel. U hoeft het maar op te slaan. Johannes 6, vers 54. Daarom is het volgende lied ook zo van groot belang. Want als je dit gaat begrijpen, dan gaat er een licht in je op. En dat licht in ons moet schijnen, zodat anderen jaloers op ons worden. Ze zeggen, hoe komt het dan dat jij zo vrolijk bent, dat je zo opgewekt bent, dat je zo positief bent? Dan kan omdat we lichtdragers zijn geworden. Jezus heeft gezegd, jullie zijn het licht van deze wereld, het zout van deze aarde. En daarvoor moeten wij daarvan getuigen. Daarom doe ik dat ook altijd graag. Om van Jezus, die gezalde koning, te getuigen, mijn verlosser. Want het volgende lied wat ze zingen, hij geeft mij licht. En dat kan ik met 100% beamen, dat het in mijn leven zo geweest is. Ik heb licht vanuit zijn woord ontvangen. En daarom geef ik het heel graag weer aan u door. Als een ster in de nacht. Hij geeft mij licht. Hij geeft mij kracht om door te gaan. Hij vult iedere dag en elke nacht. Met
In Johannes 6, vers 68 staat ook iets moois. Simon Petrus antwoordde hem: Heere, tot wie zullen wij heen gaan? Gij hebt woorden van eeuwig leven. We kunnen naar niemand anders gaan, zegt Petrus, dan tot u. Want u heeft de woorden van eeuwig leven. En hij heeft die woorden gesproken tot zijn discipelen. En ze hebben het vastgelegd, die eeuwige listen. Zodat u en ik het vandaag ook kunnen lezen in onze eigen taal. In een Bijbel die in het Nederlands geschreven is. Wat een voorrecht. Eeuwenlang kon het dus niet, omdat de kerk van Rome dat zelf in pacht had. Die had dat boek voor ons gesloten. Maar dankzij de hervorming hebben wij dat woord van God gekregen. Gij hebt woorden van eeuwig leven. Nou, en het leven van Jezus is liefde met een hoofdletter. En daar wordt nou over gezongen. Liefde. Heb God lief bovenal, met heel je hart, met heel je ziel, heel je verstand en al je kracht, en je naaste als jezelf. Een heel belangrijke opmerking vanuit de wet van God. Want God wil dat wij hem lief hebben met heel ons hart, heel ons verstand, heel ons ziel. En dat we van onszelf houden. En zo ook je naaste. En je naaste is volgens de Bijbel je volksgenoot. Iemand die dicht bij je staat. Dat wordt door de politiek nog wel eens vergeten. Je naaste is dan de hele wereld, dat is niet zo. Je naaste is je volksgenoot. Want de Heer Jezus is gekomen om zijn volk Israël te verlossen. Daar staat in Matthäus 1 vers 21. De engel zegt tot Jozef:
Zij zal een zoon baren, zijn verloofde, Maria. En hij zal zijn volk, dat is altijd Israël, verlossen van hun zonde. In Johannes 10, vers 28 staat, en ik, Jezus, geef hun eeuwig leven en ze zullen voorzeker niet verloren gaan in eeuwigheid. En niemand zal ze uit mijn hand roven. Lieve mensen, we kunnen in een hele moeilijke situatie zitten. Je kunt natuurlijk wel zeggen, ja, je kan wel makkelijk praten daar, achter die radiomicrofoon. Maar je moet het maar eens meemaken wat ik nu meemaak. Nou, ik ken natuurlijk niet alle ziektes, dat ken ik natuurlijk niet. Maar ik kan wel meevoelen en meedenken wat ik zelf beleefde, wat ik in mijn eigen familie meemaak. En met al die mensen die ik jarenlang als evangelist heb bemoedigd in ziekte, in allerlei omstandigheden, heb ik ondertussen wel geleerd dat de mens verschrikkelijk moet lijden. En ze hebben niet altijd een antwoord daarop gekregen. Maar als we deze tekst goed lezen, Johannes 10, vers 28, en ik geef hun eeuwig leven, tegenwoordige tijd, hè? Onthoud goed, en ze zullen voorzeker niet verloren gaan. Dus wat die duivel ook met ons doet, wat voor ziekte hij ons oplegt, wat voor zorgen, wat voor moeite we ook hebben, wij zullen nooit verloren gaan. Waarom niet? Omdat we in de hand van Jezus geborgen zitten. Lieve mensen, weet je wat ik 's morgens doe met mijn vrouw? Ik draag de dag op en dan zeg ik, Heer, ook vanmorgen leg ik ons leven weer in uw handen. Dan weet ik dat ik geborgen ben, want ik weet de tekst. Ik kan uit die hand van God niet weggeroofd worden. Als we dat beseffen, dan komen we door al die moeilijke problemen heen. Want denk erom, na regen komt altijd zonneschijn. Na strijd komt altijd verlossing. We zitten in een oorlog, in een geestelijke oorlogvoering. Maar we kunnen een veldslag verliezen, dat is heel erg. Je zal er maar door chemo's heen moeten, een ziekenhuis bezoeken, ellende, noem maar op. Ook financiële problemen, huwelijken, noem maar op. Maar je kan die oorlog winnen, want Jezus heeft hem gewonnen. Want niemand kan u uit zijn hand roven. En daarvoor sluit het volgende lied er zo mooi aan. Want in die strijd zegt Jezus, ik ben met u tot aan de voleinding van de wereld. En daarom is het mooie volgende lied zo mooi. Die zegt, blijf bij mij, Heer. En ik weet het, hij doet het.
En door alle teksten die ik nou met u gelezen heb uit het Evangelie van Johannes, heb ik u geprobeerd om bij te brengen dat het geloof in Jezus Christus ons eeuwig leven geeft. Maar ik moet u ook nog een andere tekst lezen. De apostel Paulus schrijft aan de brief aan de Galaten in hoofdstuk 6 vers 8 het volgende. Want er moet ook een waarschuwing bij zijn. Want wie het de akker van zijn vlees heidt, dat wil zeggen dat je dingen doet vanuit je vlees, dat uit je lichaam, uit je, niet vanuit God, zal uit zijn vlees verderf oogsten. Als je liegt, als je steelt, als je overspel doet, als je zonde doet, dan zul je daar de wrange vruchten van plukken. Maar, zegt hij, wie op de akker van zijn geest zaait, dus uit die nieuwe mens, die verloste mens, als die mens Jezus heeft aangenomen, heeft gezegd, Heere Jezus, ik geloof dat u voor mijn zonde gestorven bent. Ik belijd mijn zonde aan u. Neem mij aan. Ik wil u aannemen als mijn persoonlijke verlosser. Dan word je een nieuwe schepping. Dan komt die geest in je wonen. En met die geest kan je ook zaaien. En dan zegt Paulus, zal uit de geest eeuwig leven oogsten. Nou, dat is zo ontzettend belangrijk dat we dat leren. Wat we zaaien in ons leven, oogsten we ook. Ik weet wel, wat ik nu ga zeggen, dat vinden mensen vast niet prettig. Maar als je je hele leven gerookt hebt en je krijgt longkanker, moet je niet klagen. Op elk pakje sigaretten staat dat het dodelijk is. Maar waarom doen we dat toch? Waarom nemen we elke keer die slok bier, of die borrel, of die andere dingen? Waarvoor gebruiken we drugs? Waarvoor liegen? Waarvoor stelen we? Waarvoor zondigen? Want we zullen zaaien, of oogsten wat we gezaaid hebben. Houd die rotsje aan de kant. Ga naar de Heer Jezus toe. Zeg, Heer, verlos mij van al die ellende. Ik wil een nieuwe schepping worden. Ik wil niet doodgaan met een punt dat het eindigt voor mij in een eeuwige ellende. Maar ik wil met u leven. Vandaag, nu wil ik leven. Genees me van welke ziekte dan ook. Verlos me uit elke probleem wat ik zit. Want ik wil u zo graag dienen met heel mijn hart. Dat is wat God wil. Dat is wat hij al 2000 jaar roept in het Nieuwe Testament naar ons. Dat we hem moeten zoeken. Moeten zijn zoon aannemen. En daarom moeten wij leren die Bijbel te begrijpen. Daarvoor zegt het volgende liter. De Heer staat er. Leer mij uw weg. Vraag aan God. Leer mij uw weg. Leer mij die smalle pad bewandelen. Om bij u uit te komen in het nieuwe Jeruzalem. Voor eeuwig. Leer mij uw weg. Leer mij uw weg.
ik ben mijn hemelse vader zo ontzettend dankbaar dat ik die weg heb geleerd die ik gaan moet. Het is een smalle weg, ik weet het. Het is niet makkelijk, maar het is goed te doen als je op hem vertrouwt. Hij zal je daarop leiden. Ik heb zoveel mooie teksten aan u voorgelezen. En ik zie dat ik zo langzaam aan mijn eindje ben. De tijd gaat heel erg snel als je zo bezig bent met zo'n mooie opname. Daar staat in 1 Johannes, dat is die brieven van Johannes, die kleine brieven. 1 Johannes hoofdstuk 5 vers 11. En dit is het getuigenis. God heeft ons eeuwig leven gegeven, weer in tegenwoordigheid. En dat leven is in zijn zoon. Je kan nooit eeuwig leven krijgen zonder Jezus. En in hetzelfde brief, hoofdstuk 5 vers 13 staat, dit heb ik u geschreven, zwart op wit, die gelooft in de naam van de Zoon van God, Jezus van Nazareth, omdat gij weet dat gij eeuwig leven hebt. Daar wil ik mee besluiten. U moet nu aan het einde van deze uitzending weten, ik heb eeuwig leven. En als je dat beseft, dat je eeuwig leven hebt, en je overpeinst dat, en je gaat het in je Bijbel lekker onderzoeken, en je bidt, en je luistert naar mooie muziek, naar kostbare muziek, dan ga je de Heer loven en prijzen. En daar wil ik ook mee bedanken met het volgende lied. Dank u. Vader in de hemel, ik wil u danken dat ik dit mocht voor u doen. Om aan uw kinderen, die ongeneeslijk ziek zijn, te vertellen dat er hoop is. Hoop op eeuwig leven. Op genezing en al die mooie zaken die in uw zoon geborgen zijn. En die u in uw woord hebt geopenbaard. Zodat wij ze door het geloof kunnen leren. In onze hart en gedachten kunnen opbergen. Zodat wij daarvan kunnen getuigen. Daarvoor, vader, zing ik zelf mee, zachtjes, met het prachtige slotlied. Dank u wel voor alle zegeningen. En ik zegen al die mensen die hier naar luisteren. In Jezus' naam.